Vanavond zijn we in Schouwburg Kuik. En daar is iets heel bijzonders te zien vanavond. Nou ja, eigenlijk is het een gewoon normale, komische voorstelling. Maar toch, er is iets speciaals vandaag. En bij mij heb ik Alette en die is van Komt het zien? En jij kan precies vertellen wat er vanavond gebeurt. Ja, want vanavond zijn er in de Schouwburg ook mensen die het niet kunnen zien. Vanavond is de voorstelling Comedie over een bankoverval. En die wordt ook gezien door blinde en slechtziende mensen, omdat wij er zijn met een blindentolk. Kijk, en dat behoeft alweer enige uitleg, want hoe kan je een voorstelling zien als je visueel beperkt bent? De blindentolk die vertelt tijdens de voorstelling alles wat er te zien is. Dus alle visuele dingen zet de tolk om in gesproken tekst. En dat horen de blinde en slechtziende mensen via een draadloze koptelefoon. Zitten gewoon in de zaal en horen gewoon het geluid van het toneel. Dus de komedie, alle acteurs, dat horen ze gewoon. Maar daarnaast horen ze ook de tolk via een koptelefoon. Die dus extra vertelt welke acteur op het toneel is, waar iets gebeurt, lichaamstaal. Ja, eigenlijk alles wat visueel is en wat je ook wil weten. Aha, dus daarom hebben wij zojuist alle mooie koptelefoon en ontvangen gekregen van jullie. Ja, precies. Ja. En het is trouwens niet alleen maar tijdens de voorstelling. De mensen zijn ook eerder aanwezig, omdat wij een inleiding organiseren waar men al kennis kan maken met de stemmen van de acteurs. Zodat als je het niet ziet, je weet welke stem bij welk personage hoort. Dan kun je dat gelijk herkennen. En de tolk vertelt ook al meer over het decor en over de kostuums. Zodat je al heel veel informatie hebt en daarna de voorstelling echt kunt zien, ook als je niks ziet. Hoe vaak wordt deze voorstelling op deze manier opgevoerd? In totaal zijn wij 5 keer bij Comedie over een bankoverval verspreid over Nederland. Dus een keertje in het noorden, een keertje in het zuiden, een keertje in het westen, een keertje in het oosten. Zodat iedereen met een visuele beperking daarbij kan zijn. Daarnaast zijn we nog bij heel veel andere voorstellingen. We zijn in totaal bij 130 voorstellingen per jaar. Maar bij deze productie dus 5 keer. Jij bent van Komt het zien? Kun je in het kort vertellen wat dat eigenlijk is dan? Komt het zien is een stichting die dus theatervoorstellingen, evenementen en uitjes qua beleving mogelijk maakt voor blinde en slechtziende mensen. Duidelijk. En voor mensen die meer informatie willen hebben, die kunnen vast naar een website of niet? Zeker, www.komthetzien.nl. Daar staat een uitgebreide agenda waar we allemaal zijn. We zijn nu voor de allereerste keer in Kuik, dus het is wel echt een primeur vandaag dat we hier zijn. Maar we komen ook in de regio al, dus je vindt alles op onze site. Nou, dankjewel voor je tijd en wij lopen heel graag mee en we willen heel graag beleven hoe dat is vanavond. Is dat oké? Okay? Ja, ik geef wel een tip. Doe je ogen dicht. We gaan nu met z'n allen de zaal in. Daar gaan wij op de eerste rij zitten. En dan zullen de 9 acteurs zichzelf met hun stem en alle rollen aan u voorstellen. Daarna gaan we na 7,5 minuut de zaal weer uit. En verzamelen wij in het restaurant. En daar zal ik u rustig welkom heten. En vertellen wat ik vanavond voor u hopelijk kan betekenen. Nogmaals welkom. De 7,5 minuut gaan nu in. Oh. Op het randje van het 1 meter hoge podium, daar zitten alle acteurs nog niet in hun rol. Maar ze willen wel graag aan u vertellen wie ze spelen en wat hun eerste zin zal zijn vanavond in de comedie. Hallo, mijn naam is Roger Comproux en in deze voorstelling speel ik de bankdirecteur Dries Zwartjes. In het begin van de voorstelling hebben we een kleine scène, daar speel ik Cipier Jansen. Maar ik geef jullie de eerste zin van directeur Zwartjes. Dat is, oh, ik kan niet wachten tot ik die diamant in handen heb. En zo kregen de visueel gehandicapten toch een indruk om de stem te herkennen die bij de personages hoorde. Na het voorstellen van de artiesten gingen de bezoekers naar het Grand Café om uitleg te krijgen over de inhoud van de comedie Bankoverval. Hier werd door de blinde tolk verder ingegaan op de details van de voorstelling. En wat ik u vertel. En soms zult u merken dat dat niet altijd synchroon loopt. Soms is er gewoon geen ruimte om te tolken. En heb ik het daarvoor al gedaan. En dan denkt u, ja, maar waarom zegt hij dat nu niet? Of waarom zegt hij dat niet? En dan wordt het een wedstrijd en geen comedie. Dus u mag meeluisteren vanavond, maar wel met de belofte de ogen te sluiten. Ja, het zit erop. Het is 10:30 geweest. De comedie over een bankoverval is voorbij.
En het was een hele belevenis wat ik heb begrepen. En ik heb hier drie mensen die met de koptelefoon op hebben gezeten en geluisterd. Nou, en wat vond u ervan? Nou, ik moet je zeggen, ik ben er helemaal moe van. In ieder geval in de pauze, het eerste deel, dat vond ik ons heel erg druk en vermoeiend. Die audiodescriptie heeft natuurlijk heel veel toegevoegd, want de man die vertelde wat er op het toneel gebeurde, dat was heel fijn om te horen. Na de pauze, moet ik je zeggen, was het een stuk rustiger en heb ik het veel beter kunnen volgen. Ja. Mag ik vragen, heeft u er iets van gezien ook of kunt u niet zien? Ik ben helemaal blind. Wilma, voor jou was het de eerste keer dat je zo'n voorstel... Ja, proost mevrouw. Voor u was het de eerste keer dat u deze voorstel of zo'n soort voorstelling bezoekt. Hoe is de ervaring? Nou, ik ben eigenlijk helemaal overdonderd, moet ik zeggen. Dit was een overweldigend stuk. Ik was heel blij met de introductie die we vooraf gehad hebben. Dat je toch alvast een beetje wist wat je kon verwachten. Het is fantastisch wat er op het toneel allemaal gebeurde. Ik denk dat iedereen zintuigen tekort kwam om het te volgen. Heel knap wat er allemaal gebeurde. En ja, de blindentolk was fantastisch. Echt een hele goede aanvulling. Soms met de muziek vond ik het een beetje lastig, omdat de muziek heel hard was soms. En als er dan nog iets tussendoor gezet werd, dan vond ik het lastig te volgen. Maar ik vond het alles bij elkaar, vond ik het een fantastische voorstelling. En de taalgrapjes die erin zaten en de vondsten, hoe het gemaakt is, vond ik echt fantastisch. Ja. Jij hebt nog wel iets zicht. Was dat wel prettig in dit geval, dat je toch kon zien af en toe wat er gebeurde? Ja, ik vond zelf van wel, want ik zat dan op de allereerste rij, dus ik kon echt wel van heel dichtbij zien. Ik kon de kruiddampen, kon ik ook ruiken, dat was ook wel heel leuk. Maar dat je dan toch de woordgrapjes net nog iets meer meekrijgt misschien en de kleuren en alles. En ik ben toch, omdat ik 15% zie, ben ik toch nog wel wat visueel ingesteld. Dus ik heb af en toe deed ik wel even mijn ogen dicht om een beetje uit te rusten. Dat was fijn, maar ik heb wel af en toe nog gekeken. Ja, deze was heel druk. Ik denk, zonder blinde tolk had ik er helemaal niks van meegekregen. En nou met de blinde tolk nog lang niet alles. Er gebeurde echt zoveel op het podium. En dan was die, en dan was er dit, en dan was er dat. En dan kwam hij van links en van rechts. Ja, met de blinde tolk erbij was het wel wat te volgen, maar eigenlijk nog lang niet genoeg. Ik hoor soms mensen in het publiek lachen, dat ik denk, waarom lachen ze? Terwijl ik dat op dat moment niet van de blinde tolk meekreeg. Dus ja, de blinde tolk deed gruwelijk zijn best. En hij had ook maar heel weinig momenten om wat te zeggen, want die acteurs waren constant aan het woord, zeg maar. Ja. Dus ja. Ja. Ik heb andere keren dat ik met een voorstelling met live audiodescriptie ben geweest. Ja, dat is eigenlijk altijd fijner geweest, moet ik zeggen. Wilma, het Oogcafé, de Schouwburg, de Biep, iedereen heeft hier samengewerkt nu. Is het wel iets om nog vaker te doen? Ja, absoluut. Als je ziet hoeveel mensen er bij de voorbespreking, de introductie waren, was echt een flinke groep. Dus ik denk echt dat de Schouwburg echt wel tevreden kan zijn met de opkomst voor een eerste keer. Ja. Oké, dus toch nog vaker hier laten komen, begrijp ik wel. Ja. Dat is wel, Ik kan er ook reclame van maken, hoor. Als je zoiets hoort, dan moet je mensen aanmoedigen om erheen te gaan. Ja, zeker als Oogcafé Land van Kuik zullen we zeker als ambassadeurs blijven optreden om ervoor te zorgen dat ook volgend seizoen er weer een mooie voorstelling komt. Helemaal goed. Dank jullie wel voor de tijd. Geniet nog van een lekker drankje en droom er vannacht maar van. Dank jullie wel. Ja, van het drankje. Ja, oké, dank je wel. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja.